Sunvest is een ontwikkelaar van zonneparken. Wij zijn gebaseerd in Utrecht en ontwikkelen op dit moment parken in Nederland. We zijn bezig met de ontwikkeling van een tiental parken en hebben nu 3 parken gerealiseerd. Onze eerste 2 parken, Lelystad en Zutphen, hebben we gebouwd. Dat waren parken zo rond de 8 tot 10 megawatt. Duurkernakken is een slag grootte. Dan ga je naar 65 megawatt piek. Wij hebben vorig jaar dit park mogen ontwikkelen. En toen zijn we gaan kijken naar welke concepten kunnen we nou toepassen. En daar is ook Huawei in beeld gekomen. Maar we waren op zoek ook naar een integraal concept. Waarbij de transformator, de omvormer en de automatisering op 1 manier is ontwikkeld en ook gebouwd kan worden. Voor ons is als ontwikkelaar is natuurlijk ook gewoon de prijs, zowel de inkoopprijs, maar ook de totale investering van belang. Waarbij wij kijken naar zowel de initiële kosten, de aanschaf, maar ook hoe snel is het te bouwen, is het zonder risico's te bouwen. En heb je vervolgens een systeem waarbij je ook je monitoring en je bewaking van je zonnepark ook goed kunt doen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de powerline communicatie. Je sluit de omvormer aan en het centrale systeem, de smartlogger, herkent de omvormers. En bij ons is in principe, op het moment dat we in bedrijf gaan, zijn alle omvormers zichtbaar en kunnen we gelijk het beheer vanaf die dag gaan doen. Nou, dat is typisch een sterk punt, denk ik, bij Huawei. Je bereidt je bouwplaats voor, de plek waar je de container wil neerzetten. En 3 containers op 1 dag installeren. Ja, dat is een enorme snelheid waarmee je ook zekerheid hebt voor je bouw en zekerheid op het halen van je planning.